stralen. Rens Kramer, applaus. Daan. Dan nu, dames en heren, graag uw aandacht voor de inleider van vanmiddag. De oud-directeur van de Lakenhandleiding, Jetteke Bolterecht. Ik wil jullie wel laten zien aan de hand van wat plaatjes om een beetje in de stemming te komen van wat Krijn dan zo deed. Eén is gelijk aan leven, we hebben er allemaal één leven, maar dat maakt hij tot een kunst. En daar gaat het even hier over. De viskookkast van Jaap Plug, in Noordwijk bekend als Jaap de Muis. Jaap had een volksmagenbusje en als de paling of makreel wilde roken, dan ruimde hij de spulletjes uit zijn volksmagenbus en hing de makreel in en dan rookte die vis in. En het is echt gebeurd dat Krijn op een gegeven moment smiddags op tv-visite bij de majesteit moest, maar zijn auto deed het niet. Dus hij op de fiets naar Jaap Muis of hij even het busje mocht lenen. Dus je kan je voorstellen, het is echt zo dat Krijn de enige is geweest in een fluwelen pak. Dat is al niet, maar in een fluwelen pak met een rijdende rookkast op visite is op audiëntie is geweest bij de koningin. Dit is Hans. Ja.